Het is een drukte van je welste bij de afdeling Technische Dienst van het ministerie van Onderwijs aan de Jesserunstraat. De mensen zijn daar voor de registratie van busvervoer voor studenten. De onderdirecteur Technische Diensten van het ministerie van Onderwijs, Dorothy Hoever, zegt dat het wel heel druk is, maar dat de situatie onder controle is. Er is een drukte hier, het is werkelijk een drukte hier. We hebben het natuurlijk onder controle. De mensen zijn vandaag hier, sommigen zijn hier om zich voor het eerst te laten registreren, anderen hebben ook online geregistreerd. Maar andere mensen zijn ook hun kaarten komen ophalen. Ik kan me best voorstellen, ze maken zich waarschijnlijk een beetje druk, krijg ik wel of niet de kaart. Dus ze zijn gekomen om de kaarten te halen. Bepaalde studenten van de middelbare scholen weten nu pas waar ze geplaatst zijn. De afgelopen dagen weten ze dus precies waar ze geplaatst zijn. Vandaar dat het nu veel drukker is dan de dagen daarvoor. Want ze moesten allemaal wachten om te kijken op welke school ze geplaatst kunnen worden. Want dan pas weet je van waaruit dat je van huis moet vertrekken naar welke locatie. En dan pas kan je het doorgeven aan de afdeling. En dan kunnen ze nu zijn ze hier. Hoever zegt dat het vanaf het begin van de registratie druk is. Bij de ingang van het directoraat worden personen die zich laten registreren of hun kaarten komen afhalen eerst ontsmet. Daarna mogen ze in groepen van 5 naar binnen. De politie hoeft dit jaar niet aanwezig te zijn omdat het geen drukte hier is en geen chaos. Dat vooral. Het is absoluut geen chaos. Dus het verwondert me en ook het personeel als we van buiten moeten horen dat er een chaos hier is. U bent er zelf, u kunt het zelf zien. We hebben het onder controle. De mensen hebben allemaal een nummer en ze moeten rustig op hun beurt wachten. En hebben ook de voorzien, hebben we dus de mogelijkheden dat ze daar kunnen gaan om de financiële dingen, die kaarten op te halen en zo. Er zijn mensen die misschien binnenkomen, maar omdat er dan misschien fouten zijn of een correctie op die kaart, en dan komen zij het gelijk binnen in orde maken. Hoever zegt dat de mensen uit de districten niet naar de stad hoeven te komen om zich te registreren. Personeelsleden van het ministerie zijn naar de districten geweest voor de afhandeling. Op die manier wordt voorkomen dat het veel te druk wordt aan de Jesserunstraat.